Hallo kijkers van Niemte, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer terug met Skylines. De vorige aflevering hebben we nu al een beginnetje van de stad gemaakt. Ik wil deze aflevering sowieso ons industrieterrein even wat meer hier naar achteren neer gaan zetten. Omdat we anders een beetje een rare industrieterrein hebben in het midden van de stad. Dus dat gaat dus betekenen dat we dus deze middenweg even moeten gaan verder maken. Natuurlijk ook dat hoeveel ik kan. Want ik heb niet heel wat geld. Dus ik ga gewoon eerst even deze kant op. En dan maak ik een nieuwe industrieterrein. De afvalplaats en zo, die blijven daar wel gewoon staan. Dus dat kan dan wel een beetje een probleem veroorzaken. Maar ik hoop niet echt te veel. Dus dan moet ik er een beetje voor zorgen dat er gewoon winkels omheen komen te staan, denk ik. Want als het goed is, staat er... Nou, nee, eigenlijk niet. Staat niet heel wat dichtbij hem. Nee. Oké, dat is goed om te weten. Even kijken. Dus dan ga ik het ongeveer hier maken. Ietsjes verder, denk ik. Zoiets. En dan kunnen we vanaf hier gewoon een nieuw industrieterreintje maken. Zo. En dan gaan we gewoon zo lekker beginnen. Oh, Boomtown. Nice. Dus dan hebben we alweer meer geld. Hebben we nu ook de mogelijkheid om ook openbaar vervoer en zo te regelen. Dus dat is ook wel fijn. En ik zag ook iets van dat we ook weer nieuwe. Hoe heet dat ding ook weer? Dat je het land wat we hebben gewoon kunt uitbreiden. Dat is ook even verstandig. Maar wat ook verstandig is, is natuurlijk even een waterleiding. Hier naartoe. Tja, zonder dit gaat het niet lukken. Oké. Okay. In ieder geval stroom is ook wel verstandig. Ik wil dus aan deze kant als eerste gaan beginnen. Oh, we kunnen nu ook waterturbines maken. Dat is ook wel chill. Zal ik er maar eerst even twee neerzetten, denk ik. Dan hebben we in ieder geval een hele hoeveelheid. Oké, en dan ga ik nu eerst dit even weghalen. En die zet ik dus mooi hier neer. Oké, dit moet ik dus eventjes normaal weghalen. Want ja, dat geeft ons in ieder geval wat meer ruimte. Dat is wel fijn. Oh ja, shit, dan begint dit natuurlijk ook weer zonder stroom te lopen. En natuurlijk ook omdat al het industrie weggaat, is dat ook niet echt heel verstandig. Dus ik ga gewoon... Ho. Hiervan... een heel winkelgebied maken. Dat is misschien wel een heel verstandig idee. Ik hoop dat de god natuurlijk niet heel erg positief eruit ziet. Is dat misschien wel verstandig. Gaan we deze gelijk ook even aanpassen. Maken we hier nog een mooi weggetje van. Super. Nou, dan god, dat wordt volgens mij van zichzelf alweer beter. Die verslechtert natuurlijk alweer, maar dat komt allemaal wel weer goed. We hebben in ieder geval weer heel wat ruimte om weer dingen te kunnen fixen. En we moeten er natuurlijk ook even over na te denken om natuurlijk deze dingen even te regelen.
Oké, de afval die kunnen er nog wel bij komen. Dat is wel fijn. Ik hoor ook heel wat mensen upgraden. Dat is ook wel fijn natuurlijk. Even zien, misschien als eerst even een brandweer, want dat wil nog wel eens wat raars gaan doen hier. Gewoon een beetje in het midden. Dus gaan we dat gewoon langzaam maar zeker gewoon eventjes regelen. Zit eigenlijk met dit. Oh, oké, daar kan ik maar even door. Daar kan ook nog wel even door. Oh ja, zo te zien wordt het al wat beter. Langzaam maar zeker. En dan ga ik nu eventjes ondertussen weer een aantal woonwijken maken. Tot daar. Dat moet ik even opnieuw doen. Zo dus. Zo, dit even ga weer weg. Zodat dus hier gewoon even mooi een woonwijk kan gemaakt kan worden. En niet zo ver natuurlijk. Wacht eens even. Dit loopt niet goed. Zo moet je zijn. Ik zag het net al over het hoofd. Ik dacht van, Oké, alles is goed gezoond. Nu even natuurlijk het. Oh, het wa de waterleidingen die zitten hier nog. Mooi. Dat scheelt in ieder geval weer dat de waterleidingen dan nog lopen. Het is eigenlijk nog een behoorlijk groot stadje. Hoe kan ik kijken, deze kleine huisjes hier allemaal dicht op elkaar. Wat een nieuw huisje gemaakt. Dan gaat van die naar dat wat grotere huisje. Drugstore 2.0. Ja. Oh, een thunderstorm. Leuk. Oh, lekker. Lekker, weertje bij ze. Oh ja, de stroomleiding is geraakt. Natuurlijk is de mogelijkheid tot brand nu ook nog behoorlijk aanwezig. Oh, en een bosbrand is bezig. Helemaal mooi. Okay, je moet dus ook nog in het ziekenhuis komen. Dus ik denk dat ik daar nu eventjes mee bezig ga. Er zijn meerdere bosbranden bezig at the moment. Of ik daar heel blij van moet worden, is mij een vraag. Oh my god.
Kijk al die zwarte punten hier. Holy fuck. Dat is hard gegaan. Kijken. Want ik kan binnenkort ook natuurlijk een keer een dam maken. Als ik dat bijvoorbeeld hier ga maken. Hier ergens. Dan kan ik daar ook bijvoorbeeld wat stroven op wekken. Oké, eens even kijken. Zo. We moeten nog even aan brandweerkazerne komen. En ik begin weer problemen te hebben met het stroomhoeveelheid. Oh, daar is geen water, ook niet. Oh, het is ook echt één gedeelte van de stad. Oké, dat wordt al ietsje beter. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. How about a park or two? Dat is misschien nog wel een goed idee om een park te maken. Dat kan natuurlijk wel. Vinden mensen natuurlijk ook altijd fijn. Gewoon even een park te hebben of iets dergelijks. Oké, ja, het wordt al beter. Misschien moet ik wel gewoon wat van die waterturbines neerzetten. Ja, het zijn wel windturbines, maar die op het water staan. Als dat niet genoeg is, dan weet ik het ook niet meer. Oké. Dan moet ik dus nog even een ziekenhuis hier regelen. En dan moet er daar nog een komen. Brandweer. Dan moet daar nog eentje komen. Daar zit ook al een, gelukkig. En dan nog een politiecentrum. Die mag daar boven. En daar. Maar ondertussen ga ik eerst eventjes een aantal woonwijken weer erbij maken. Nee, ik ga dat niet even daar doen, denk ik. En dat doe ik vanwege dat er ook natuurlijk die afval gebeuren zit. Space already occupied. Oké, hebben die dus ook weer stroom. Maar het geld dat komt eigenlijk ook nog best wel snel binnen, dat is ook wel fijn natuurlijk. Ik ga er nu even een ziekenhuisje hier neerzetten. Oh, mochten ze het nodig hebben, dan hebben ze er tenminste één.
not enough educated workers. Ja, scholen, dat zijn ook een ding natuurlijk. Oké. Zo. Dus dan hebben we hun hier in ieder geval ook weer. Ja, niet zoveel natuurlijk. Die hebben dus hier ook weer een beetje industrie. Dat is ook wel natuurlijk fijn om te hebben. Hey, een busy town. City planning policies. Oké. Ah, en ook met die bomen aan de zijkant. Dat is ook wel fijn om te hebben. Van die wegen. Oké. Water en zo, dat moet nu eerst eventjes. Oh shit. Misschien deze heel even wegzetten. En dan zet ik deze daar neer. En dan zet ik er hier nog zo'n waterpomp neer. Oké. Hier hadden ze dus overal genoeg ziekenhuizen. Brandweer kan hier nog mooi eentje van staan. En dan moeten nog een aantal politiecentrums komen. Dus ik dus ook mooi even eentje hier neer. Hier en hier. Moet ik eigenlijk alleen nog maar wat scholen erbij neerzetten. Maak ik dan gewoon eventjes zo. Nou, mooi. Alleen hebben ze natuurlijk weer geen stroom. Ook wel verstandig om natuurlijk even te hebben. Hoppakee. Top. Nu nog eventjes ergens een school. Hier bijvoorbeeld. En dan ga ik nu deze aflevering weer afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus weer verder met deze stad. En ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.